We gaan vandaag de officiële opening van de ijskelder beleven. Het is een hele bijzondere, een hele unieke ijskelder. Er zijn diverse ijskelders gerestaureerd, maar er is er geen één gerestaureerd waarbij ook de historie van de ijskelder naar voren wordt gebracht. In 1821 meen ik dat er een beschrijving is geweest en daaruit bleek dat die ijskelder bestond. En in 1915 is er nog een foto geweest waaruit bleek dat die ijskelder er was. En het was wel al bekend, stond wel op kaarten. En alleen restte nog maar een cirkel stenen. En dat is dus verder uitgegraven en dat bleek toen inderdaad die ijskelder te zijn. Wij hebben gemeend dat dit een waardevol onderdeel is van onze cultuurhistorie. En wij vonden dat het in het monumentale park Solsbeek, dat dit heel goed zou passen om daar ook die ijskelder gerestaureerd te hebben. De ijskelder van de baron. Zo rond 1811 dacht Thea de Smet, kom, ik delf om vlees voor bederf te behoeden, een gat van twee Rijnlandse roeden, voorzien van een tolosgewelf. Zo kon hij zich laven en voeden bij zomerse chique festijnen vol adellijk doelloos gekeuvel, de voorrechten van de gegoeden, dus ook van baron de Smet zelf. Hij koelde zijn Veluwse zwijnen, hij koelde zijn Rijnlandse wijnen, ruim 6 meter diep in een heuvel, gemeten in Rijnlandse roede, met ijs en een tolosgewelf. Ik denk dat we de gemeente Arnhem en haar bewoners geluk kunnen wensen met deze aanwinst. We moeten tegenwoordig ruim denken. En ik denk dat het ook betekent dat het een aanvulling is op ons openluchtmuseum, een aanvulling op ons watermuseum en ook een aanvulling op ons nationaal historisch museum. Graag wil ik het nog wel. Ja, dan is nu het moment suprême aangeboden, maar dan moet ik nog 3 zinnen bij zeggen. Men zei vroeger dat er een ijskelder in Solsbeek te vinden was. Maar op de plek zelf, Hendrik heeft al aangehaald, op de plek zelf zag je daar niet veel van. Maar hij bleek er inderdaad geweest te zijn. 2 eeuwen geleden bewaarde men er etenswaren, dranken, fruit en vlees. Met inzet van velen is die ijskelder tevoorschijn getoverd, de burgemeester noemde dat al, en verrezen als de spreekwoordelijke konijn uit de hoge hoed. En hier staat een hoge hoed. Ik nodig de burgemeester uit om de openingshandeling te verrichten, de konijn uit de hoed te halen. Misschien kan ze eerst ook het toverstokje nog even bewegen en vervolgens de konijn afleveren in de kelder. Oké. Pocus Pilatus Pas. Ja! Bezoekers kunnen de ijskelder gaan bezoeken. Wat moeten ze daarvoor doen? Er zijn 2 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om zondags mee te lopen met de ronde van de gidsen van het bezoekerscentrum. Die bezoeken dan het hele Solsbeekpark en die hebben dan de sleutel van deze ijskelder en kunnen naar binnen toe. Een tweede mogelijkheid is dat men door een doorkijkgat hier bovenop de ijskelder, daar waar we nu staan, dat je naar beneden kunt kijken en je kunt op een knop drukken en dan gaat het licht branden en dan kun je dus zien hoe het beneden eruit ziet. En wanneer je dan meer wilt weten, dan kun je altijd nog bij de gids lopen.